Welkom bij de speluitleg van het spelletje Time Collectors. Het spel verloopt in verschillende ronden en deze ronden verlopen in verschillende fasen. De eerste fase is de dobbelstenen rollen achter de afschermkaart en hiermee een jaartal vormen. Degene die dan het jaartal heeft gevormd en het hoogste jaartal heeft, dus dan gaat de afschermkaart weg, die krijgt de 1 kaart. De daaropvolgende speler krijgt de 2 kaart, daaropvolgende 3 en 4. Dus de speler die het hoogste jaartal vormt, die mag eigenlijk eerst aan de beurt. Laten we veronderstellen dat ik met deze worp het jaar 8515 vorm. Ziezo. Ik ga dan eerst aan de beurt en een van de eerste dingen die ik eigenlijk mag doen, is het jaartal nog wijzigen. Ik mag maximum 2 dobbelstenen wijzigen. Voor 2 dobbelstenen te wijzigen moet ik ook 2 tijdkristallen afgeven. In dit geval kan ik slechts 1 dobbelsteen wijzigen om de waarde te veranderen. Dus deze gaat terug naar de gemeenschappelijke pool en ik maak bijvoorbeeld van deze 8 een 5. Zodat ik het jaartal 5515 vorm. Het jaartal buiten beschouwing gelaten, zijn er 2 opties die je kan voorhebben tijdens het tijdreizen. Ofwel beland je tussen 2 jaartallen, bijvoorbeeld hier, en dan kan je kiezen om de schat uit het verleden op jouw kaartje te leggen. Je kan er ook voor kiezen om die schat niet te hebben, dan gaat deze naar de aflegstapel en wordt de bovenste kaart van de trekstapel genomen en kan je deze ontvangen. Let wel op, om een kaart te weigeren heb je wel steeds een tijdkristal nodig. Laten we veronderstellen dat ik de plant toch wil nemen, dan leg ik ze hier op mijn spelersbord. Je ziet dat er hier ook 2 vakjes zijn, in dit geval de monumenten en de dieren. Daar moet dan een monumentenkaart op komen, daar moet dan een dierenkaart op komen. Je ziet dat er hier ook 3 vakjes zijn waarop een tijdskristal is afgebeeld. Zet je je kaart daar, dan mag je een van de tijdkristallen nemen uit de pot. Een andere optie is dat je reist naar een specifiek jaartal dat afgebeeld staat op deze tijdlijn. Dan mag je deze 2 kaarten nemen en op je spelersbord plaatsen. Let wel op, in dit geval mag je geen van beide kaarten weigeren. Dus ik leg ze bijvoorbeeld op deze manier. De tijdlijn wordt opnieuw aangevuld met schatten, van onder naar boven of in chronologisch stijgende waarde. Het kan ook zijn dat een speler tijdens het spelen in dezelfde ronde op een vakje terechtkomt waar al een andere speler staat. Die ontvangt dan van de speler die op dat vakje arriveert een van de tijdkristallen die hij of zij in het bezit heeft. Heeft hij geen tijdkristal, dan ontvang je jammer genoeg ook geen kristalletje. Het kan ook zijn dat je naar de toekomst reist, dus dat wil zeggen een waarde vormt met de dobbelstenen hoger dan 8053. Dan ontvang je 2 tijdkristallen en mag je een van de kaarten uit het verleden op de aflegstapel plaatsen en vervangen door een andere. Beland je op het heden, 8053 zelf, dan mag je zowel de bovenste actie doen, dus de 2 tijdkristallen nemen, 1 kaartje wegdoen, als deze kaart nemen en op jouw bord leggen. Uiteraard moet de tijdlijn dan opnieuw aangevuld worden. Nadat er een schat uit het verleden is genomen, kan je zien naar deze prestatiekaarten of een van je voorwaarden vervuld is. Bijvoorbeeld heb je 1 dierkaart, dan mag je die kaart nemen en die telt dan mee als 2 overwinningspunten. Deze kaarten worden niet aangevuld, dus eens ze weg zijn, blijven ze ook weg. En daarna is het de beurt aan de volgende speler, degene met het kaartje 2, daarna 3, 4 enzovoort, en dan wordt de ronde weer herhaald. Het spel eindigt wanneer iemand 10 kaarten of meer op zijn bord heeft geplaatst. En daarna worden de punten geteld met behulp van dit handig scoreboekje. Elk type kaart scoort ook anders. Bijvoorbeeld een plantenkaart.
Daarbij scoor je enkel en alleen punten als die alleen staat. Dus dat betekent dat er orthogonaal geen andere plant is. Orthogonaal, daarmee bedoel ik links, rechts, boven of onder. Dus als die alleen staat, dan krijg je 4 punten. Is er nog een plant naast, ja, dan zullen die twee kaarten tellen voor 0 punten. Bij de kristalkaarten ga je punten scoren wanneer er meerdere kristallen van een verschillende soort naast elkaar liggen. Staat de kaart alleen, ja, dan is deze kaart 0 punten waard. Staat er nog een andere kristalsoort naast? We hebben de driehoekjes, we hebben de cirkeltjes en we hebben een ruitvormige. Dus als bijvoorbeeld naast deze driehoek nog een cirkeltje komt te liggen, dan is die set 8 punten waard en drie verschillende 16 punten waard. Heb je bijvoorbeeld een set van monumenten naast elkaar liggen, bijvoorbeeld deze twee kaarten. Alleen is een monument 3 punten waard, 2 naast elkaar 7, 3 naast elkaar 12 punten. Het kan ook zijn bij deze kaarten dat je verschillende sets met elkaar optelt. Dus deze twee kaarten zouden apart elk 3 punten waard zijn. Dus deze set als het ware levert mij 6 punten op. Daarnaast zijn er ook nog kenniskaarten, bijvoorbeeld deze. En dit betekent dat je 2 punten krijgt per dierkaart. Dit betekent dat je 2 punten krijgt per monumentkaart. En zo verder. Daarnaast hebben we ook nog een dierenkaart. En ik ga er eerst eentje zoeken dan. Ziezo. Als een dier alleen staat, dan telt deze voor min 3 punten. Zijn er twee diertjes naast elkaar? Dus nogmaals, links, rechts, boven of onder. Dan telt deze voor 6 punten, 3 dieren naast elkaar 12 punten en 4 dieren naast elkaar zorgen voor 20 punten. Ik zou deze dan op deze plaatshoek zetten, aangezien hier echt een dierkaart moet zijn. Als we dan de verschillende soorten kaarten zijn afgegaan, dan kijken we naar de prestatiekaarten. Dus dat is de voorlaatste kolom. En de laatste kolom, dat zijn eigenlijk het aantal kristalletjes dat je op het einde van het spel over hebt. In dit geval heb ik nog 3 kristallen over. En elk kristalletje telt voor 1 punt. In dit geval heb ik 3 kristallen over, dus dan heb ik nog 3 punten extra. Ziezo, dit zijn de spelregels voor het spelletje Time Collectors. Wij danken Geronimo Games voor het ontvangen van dit spel.